Dag dames en heren. Misschien is kijken in het verkeer wel het allerbelangrijkste. Nou ja, kijken, zien eigenlijk meer. Zodra je iets ziet, iets waarneemt, kun je erop reageren. En hoe eerder je iets ziet, hoe eerder je kunt reageren. Neem nou het volgende geval. Voor je rijdt een auto op de autosnelweg. Toevallig is dat een cameraauto van Blik op de Weg, die een snelheidsovertreder achtervolgt met dik 170. Als je dan goed kijkt, laat je het gas even los en denkt, mooi, gelukkig is die ander de klos. Kijk je niet goed, ja, dan... Dan moet je het zelf maar weten. Want onze politieman kijkt wel goed in zijn spiegel. Ben je wel gevolgd? Nee, hè? Hè? Peugeot. Ja. En op de snelheidsmeter. Hij loopt in op ons. Die inmiddels tegen de 180 km per uur aanwijst. Ja, dat is niet handig. Foute boel en einde rijbewijs. Ja. Wij zagen dat we 177 km op onze teller alles staan. U loopt op ons in. Ja. Houdt in dat u dus eigenlijk veel te hard rijdt. U maakt hem 120. Sterker nog, u rijdt zodanig hard dat we het rijbewijs in moeten vorderen van u. Kijken, zien en waarnemen zijn dus belangrijke termen in het verkeer. En in het verlengde van zicht liggen uiteraard inzicht en overzicht. Kijk, je kunt natuurlijk het gevoel hebben dat je ergens te laat gaat komen of dat degene voor je gewoon niet hard genoeg opschiet. En als je dan geen inzicht en overzicht hebt, krijg je dit soort buitengewoon effectief verkeersgedrag. We zijn midden in het centrum van Harderwijk. Een paar honderd meter van de plaats van bestemming verwijderd, wil de auto voor ons het rode busje nog even inhalen. Dat gaat niet vanwege een tegemoetkomende vrachtwagen. En ook de tweede poging strandt doordat het busje moet uitwijken voor een paar fietsers. Je vraagt je af waar het allemaal zo snel naartoe moet. Nou, dat is simpel. Met een wijde boog de parkeerplaats op. Komt de draaischijf of nou dan? Ja. Tja, over inzicht gesproken. Stel, je rijdt over de provinciale weg richting de autosnelweg. Vlak voor de oprit van de autosnelweg zie je de auto's van Blik op de Weg staan die aanstalten maken om achter je aan te sluiten. Dan ga je natuurlijk op de autosnelweg goed in je spiegel kijken. Toch? Tuurlijk. En dat zal deze bestuurder ook vast aan het doen zijn. Alhoewel de bestuurder nu toch ineens wel heel veel gas lijkt te gaan geven. Ja, dat zei Linda achter mij ook net. De 120 zijn we in ieder geval snel voorbij. En de auto loopt nog steeds weg bij ons. Ook de 140 is in een mum van tijd bereikt. En nog steeds wordt de auto alleen maar kleiner in plaats van groter. Een auto 150. 160 en nog steeds wordt de auto kleiner. Hij loopt uit. 170. 77. Dan, als de teller rond de 180 aankomt, lijkt de afstand niet veel groter meer te worden. Dus een piek van 177. En dan plotseling gaat de bestuurder van het gas af. We zijn gezien. Hij heeft het in de gaten. Ja. Ik neem hem even mee. Mag even voor 177, hè? Ja. Als de auto stilstaat langs de kant van de weg, kiest de bestuurder meteen maar de aanval, want dat heet altijd de beste verdediging te zijn. We zitten een tijdje achter u te rijden. En we hebben... Sorry? Een tijdje? Een tijdje, ja. Vanaf het beginpunt. Er zijn twee auto's achter mij. Nee, want op een gegeven moment hadden we openbaan. Maar ik zal mijn verhaal even afmaken. Ja. Ik heb een gemeten snelheid van 177. Ja. 57 kilometer overschrijding. Ja. Dus voor dat gedeelte krijgt u een procesverbal. Hoe kunt u mij meten terwijl er twee auto's achter zitten en u wordt opgehouden door die andere twee en er zit zo'n 200 meter tussen. En ik rijd het hele stuk, ik heb een drop gehad van 140 en daarna ben ik rustig afgezakt naar de rechterbaan 120 gereden. 50. Ja, dus kijk, kennelijk heeft u dan een andere beleving als dat ik heb. Ja. Ik heb in een vrije baan voor mij, heb ik u gevolgd. We zijn even aan het kijken, want we moeten even een correctie toepassen op de snelheid. Dat moeten we altijd. Dus 51 kilometer netto. Vanaf 50 is het invorderen.
Dus bij deze neem ik het rijbewijs in. De bestuurder baalt als een stekker. Ik zeg, je klopt geen zak van. Nee, maar u zei wat anders. Ik kan het. Ik kan het rijbewijs niet missen. Ik kan vanavond op vakantie met Pinksteren. Verdomme. En dat is 1 kilometer, dat vind ik lullig. Ja, nee, maar zo moet u niet rekenen. Nou, wij werden niet op. Ik ben 100% zeker dat ik niet boven die 140 ben geweest. Dat kan niet, want dat kan absoluut niet. En die jongens en ouderen. U probeert nou het vege lijf te redden. En nee. Dat begrijp ik wel, en dat is een goed recht ook wel. Nee, maar ik heb de overtreding niet begaan. Nee, ik ook niet. Ik weet dat ik te hard heb gereden, maar zoveel niet. Voor de stop ligt er staat de auto achter mij, op de linkerbaan. U staat erachter met 2 Volvo's en een Bonta. Ja. Dat had ik al lang gezien. Ja. Dan ben ik al niet als een gek dat ik 200 ga rijden. Dat weet ik niet. Ik kon sneller wegkomen, ja. Omdat u werd opgehouden door die andere. Ja, het was voor mij helemaal geen snelheid te maken om bij u te komen. Want u liep alleen maar uit. Ja, ik heb eigenlijk doorgeaccelereerd 140. Ja. Nee. Ja, en de rest? Op de binnenplaats van het politiebureau gaat de discussie nog even verder, maar de mannen komen er niet uit met elkaar. Hij weet gewoon, je bent er gewoon bij als een auto hebt. Dan kun je de stoplicht al zien. Er staan 40 auto's, er staat één Subaru tussen. En waar staat de camera op? Op de snelste. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat het een bepaald publiek met een bepaald merk type auto rijdt. En ja, dat noemen wij dan maar vaak de wat sportievere rijders. En dat sportieve is maar heel relatief. Dus het is toch wel inderdaad een beetje waar dat als je in een snelle, opvallende auto rijdt, dat je eerder in de gaten loopt. Ze zeggen wel eens, gelegenheid maakt de dief, hè? Ja. Waarom wil je zo'n auto rijden? Ja, ik vind het gewoon een mooie auto. Ik ben een autoliefhebber. Ja. Het gaat puur om het geluid wat erin zit en het model, de acceleratie wat erin zit. Ik ben geen hardrijder. Als hij dit ziet, zou ik natuurlijk zeggen van wel. Ik zeg niks. Nee, maar ik ben iemand die, ja, ik hou wel van een beetje doortrekken. Ja. En dan is het ook gebeurd voor mij. Hoe gaat dat nou verder? Want je staat er langs de kant van de weg. Toen zijn jullie geloof ik samen naar het bureau gereden of zo. Ja, ik kon ook gewoon naar huis toe rijden. Maar ik dacht, ik ga mee, want dan weet ik meteen hoe het werkt. Want ik heb het nog nooit meegemaakt. Aha, ik weet niet wat er gebeurt. Maar de volgende dag zijn we op vakantie. Ja. Dus ik dingen regel al s'avonds, want ik dacht, het rijbewijs ben ik een week kwijt. Nou, en ik dacht, vrijdagmorgen heb ik vrij. Altijd. Of ik heb vrijdags altijd vrij. Ik dacht, ik bel maar naar Zutphen toe. Want s'avonds kon dat niet meer. Dus ik bel naar Zutphen. Ik zei, ik leg het uit. Ik zei, zus en zo. En ja, dat klopt, meneer Esmeij. We hebben een rijbewijs hier voor ons. Nou, als we over een half uurtje terug opbellen, horen wat er gebeurt. Ik zei, nou, is goed. Dat is vlot. Ja, dus ik bel over een half uurtje terug. Het was 10:30. Dan zegt ze, u mag het rijbewijs weer ophalen. Ik zei, nou, dit vind ik helemaal onzin. Ik zei, hoe checken jullie dat? Ja, we kijken gewoon naar het verleden van u. Ja. En u heeft nooit wat gedaan of niks geconstateerd. U kunt het weer ophalen. Ik zei, maar kan dat zo'n agent dat niet gewoon? Op dat moment ligt het niet meer in mijn hand. Het is een maatregel wat ons is opgelegd, waar wij ons aan moeten houden. En daar voeren we hem ook als zodanig uit. Ja, hoe vervelend het ook is. Ja, nou, wat ik zeg, het doet wel pijn. Het doet heel pijn. Ja, het is maar goed. Daar is het ook voor bedoeld. De weg is geen speelruimte. Nee. Ja, het is een ruimte waar leven en dood heel dicht bij elkaar liggen. Veel onbegrip. En ja, daar moeten we niet mee spotten. Dus je kon dus met vakantie? Ik kon wel met vakantie. Ik had rijbewijs weer. Ja. Ik was hem net 12 uur kwijt geweest, zeg maar. Ja. Ja, ik kom de bekeuring binnen. Ik had hem een beetje opgezocht op internet. Ik dacht, maar ik ben het op zich niet mee eens met de meting. Nee. Dus ik ga er bezwaar tegen aantekenen. Ja. Maar het zat net in de vakantieperiode. Dus wat doe ik als brave Hollander zijn? Ik betaal die bekeuring alvast. Ja. Al voordat ik die bekeuring betaal, stuur ik 2 bezwaarschriften op. Eentje naar het incassobureau en eentje naar Zutphen. Mm-hmm. Ik dacht, dan ben ik in ieder geval van de problemen af als ik op vakantie ben. Want ik weet niet wat er in de bus valt hier. Ja, want we dachten dat dat verplicht was, hè? Eerst betalen en dan... Daar ging ik van uit. Bezwaarschrift indienen. Ja. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Het ligt aan het formulier wat je hebt. Klopt. Er zijn 3 formulieren. Die met een S in de rechterbovenhoek zijn strafrechtformulieren. Het bedrag op een formulier met een M betreft een boete voor het overtreden van een verkeersvoorschrift. Die moet u eerst betalen en daarna mag u in verweer gaan tegen de boete. Formulieren met een T zijn transactievoorstellen. Als u daartegen in beroep wilt gaan, moet u niet betalen. U wordt dan vanzelf opgeroepen om voor te komen. Betaalt u wel, dan gaat justitie ervan uit dat u akkoord bent met de straf en dat u die aanvaardt. Als u de transactie betaalt, dan wordt dat gezien als een soort van erkenning. En dan houdt je eventueel de beroepsmogelijkheid op. Zodra je niet betaalt, dan zal eventueel het vervolg komen. En dat is de beroepsmogelijkheid waarbij hij dus moet voorkomen. En waarbij dus hij als partij wordt gehoord. Ja. Kan hij nou nog iets? Ik heb het daarna geïnformeerd, maar in mijn beste weten niet. Hij kan niks meer? Nee. Wat is jouw probleem met die meting? Vertel. Nou, mijn probleem met mijn meting is dat hij een gat moet goedmaken.
ten opzichte van mij. Mm-hmm. Omdat je zoals op de beelden zag, we stonden voor de stoplichten en we rijden weg. Ja. Ik had vrije baan. En er zaten nog twee auto's achter mij waar hij achter stond. Ja. Dus ik kan dan snel een gat trekken. En met zo'n auto lukt dat wel. En dan hoef je nog ineens zo hard te gaan, maar het gat is er zo. Mm-hmm. En dan moet hij op mij inlopen. En om dat gat goed te trekken en op mij inlopen, kan hij wel een hele hoge piek halen. Mm-hmm. Ja, zoals de beelden ook al weergeven, probeer je in zijn snelheid probeer je mee te accelereren. En dat blijkt dus dat je gewoon moeite hebt om met de auto om mee te kunnen gaan. Ja, dus elke snelheid die vervolgens wordt gemeten, is in ieder geval de snelheid waarmee hij rijdt. Zo niet een hogere snelheid. Ja, en dat vind ik een ruime gedachte, vooral omdat het vast staat op die 1 kilometer. En op zich ben ik daar helemaal mee akkoord. 1 kilometer hard is 1 kilometer hard, ze moeten een grens trekken. Als het maar een beetje redelijk is gegaan. Wat ik redelijk vind, wat ik zelf in gedachten had, wat ik mij kan herinneren, want je kijkt natuurlijk niet elke seconde op de kilometerteller als je op de autobaan zit. Ik schat zelf in dat ik tussen de 140 en 150 zat. Ah, nu gaat het om 150, oké. Okay. Ja, tussen de 140 en 150. Ik heb toen gezegd 140, maar ik dacht, ik houd het een beetje ruim. Geloof jij hem wat hij zegt, dat hij echt denkt dat hij niet harder dan 150 gereden heeft? Nee, ik geloof hem zeker niet. Ja, ik vind het altijd moeilijk zien. Nou, op beelden. En ook in de auto zelf, of je inloopt op iemand of niet. Ja. En wat ik zelf had genomen, ik had in ieder geval onder de 50 kilometer gezeten, dat hij wel zijn rijbewijs niet kwijt was, maar wel laten weten dat hij wel te hard reed. Misschien is hij ophouden met kijken op de teller. Is hij bij 140 heeft hij zich meer gericht op datgene wat zich voor hem afspeelt dan op de snelheidsmeter. Stel je voor, je bent actrice, bekend van de comedy Sam Sam en Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook ben je nog eens zangeres en danseres. En dan ineens word je achter het stuur van een stadsbus vol met passagiers gezet en krijg je het doodleuke commando. Rijden maar. Anneke Beukman mag vandaag lijn 13 besturen. Dat kan geen toeval zijn. Hallo Benny. Je mag vandaag met mij mee. Oh mijn god. En nog een heleboel andere mensen. Kom eens kijken. Kom eens kijken. We gaan even gezellig met een bus rijden. Oh. Met mensen! Met mensen! Oh, wat leuk! En wat eng! En wat eng, hè? Stap in! Goedemorgen! Laten we maar zien wat er allemaal komt. Oké. Okay. Zullen we nu eerst Heb jij ook pedalen en zo? Oh, ja, goed. Ik kan ingrijpen als Dan ik ben ik niet bang. En na een korte uitleg gaat het van start. Ja, die luchtremmen, dat is even wennen. Maar al heel gauw komt er een beetje snelheid in de bus. De door ons georganiseerde auto van links krijgt terecht geen voorrang. Maar hij volgt nog wel even om de druk een beetje op de ketel en de beweging een beetje in de spiegels te houden. Bij de eerste halte kan Anneke nog even oefenen met de remmen. En mogen er wat passagiers uitstappen. Halte Dorpstraat, uitstappen. Nou was het onze bedoeling dat Anneke, belemmerd door het witte busje links en de auto rechts in de berm, zou gaan wachten tot het busje wegreed. Maar ze koos voor een onverwachte andere oplossing. Nou, dan moeten we door de bussluis, zie je? Ja, ik zie. In de bussluis probeert instructeur Barry de remmen nog even. Wat heb ik gedaan? Dat is helemaal niks als je alleen nu rechts in je spiegel kijkt. Zie je daar op de afstand? Dit gaat volgens mij best goed. Oké. Ik moet eens meer links houden. Ja. Dan wil er ook nog iemand uitstappen bij de volgende halte. Oh, ja. Waar is de bushalte? Oh, pardon. Vet. We zouden nu een beetje naar links sturen. Ja. Dan gaan we weer. Na de halte gaan we voor de tweede ronde op het circuit. En het zelfvertrouwen stijgt. Nou, dit doe ik toch aardig, hè? Heel aardig. Oh, met goed de bal. Oh. Na deze schrik volgt de laatste halte en maakt Anneke zich klaar om, na een paar laatste aanwijzingen van Barry, de openbare weg op te gaan. Oké, daar gaan we. Gaan we. Oh, help mij, hoor. Ja, we zullen je helpen. Met z'n allen.
Kan ik wel nu al dit doen? Ja hoor, je kunt rustig doorsturen. Niet te gek veel. Niet te gek veel? Want de bocht moet een beetje ruim blijven natuurlijk. Nou, ik vind dat je talent hebt, joh. Ah, leuk is dit, zeg. Oh, wat is dit gaaf, zeg. En heb je voor jezelf al uitgemaakt op wat voor weg we rijden bent? Ik heb geen idee. Ik heb geen... Zie je borden? Nee, ik zie niks. Nee, dan moet ik eens even goed opletten op mijn bochtje, dat ik weer niet met mijn wiel in het glas ga. Ja, het gaat gewoon prima, we kunnen niet anders zeggen. Ook de spiegels worden uitstekend in de gaten gehouden. Er zit politie achter me, dus ik kan niet. Oh, je gaat me aanhouden, hè? Gaat hij aanhouden? Ja, ik weet het niet. Ik zwaai maar. Hallo! Dan gaan we bij de verkeerslichten dadelijk ook weer rechtsaf. Dus ik heb best nog wel ruimte hiervoor, maar ik waag het maar niet, want het is politie. We zullen maar een beetje voorzichtig zijn. We zullen een beetje voorzichtig zijn. En om de hoek loert alweer de volgende opdracht. Een weg van rechts op een gelijkwaardige kruising. Oh, dit is die gelijkwaardige weg. Nou, dat remmen gaat inmiddels al een stuk beter. Gaat u maar, mevrouw. Ik had u heus wel gezien, hoor. En dan tot overmaat van ramp. Ja. Wat doet u? Ik hoop dat u een stopteken krijgt. Oh, kijk maar. Nee. Oh, nee. Ik heb geen voorrang verleend. Het is bijna niet. De politie aan de deur. En wij hadden voor de rit Anneke's rijbewijs even geleend. Goedemorgen. Goedemorgen. Dirk, is mijn naam. Afdeling verkeer. Ja. Uw rijbewijs, mevrouw. Hebt u dat bij u? Nee, die heb ik niet. Is het een van uw eerste lessen of zo, dat uw rijbewijs nu bij u is? Dit is mijn eerste les. Uw eerste les? In een busje, in de bus. Ja, ja. We zien deze bussen hier vaker rijden, dus ik hoop dat u bij de volgende controle in ieder geval uw rijbewijs bij u heeft. Ik ga heel erg mijn best doen. Ja? Ja, inderdaad. Oh, goed, dank je. Oef, nou, daar komt Anneke genadig vanaf. Maar er is weinig tijd om opgelucht adem te halen, want voor ze eenmaal goed en wel op gang is, moet ze alweer bovenop de rem. Waarom stoppen zij nu een beetje? Omdat ze moeten voorrang verlenen. En ik dus ook. Heel goed van jou. Hou je rem vast. En na deze slopende rit komen we weer binnen de veilige hekken van het Emmerse circuit. Daar moet alleen nog even achteruit ingeparkeerd worden. En dan moet je ook nog kunnen uitstappen natuurlijk. Zo belangrijk. Maar Anneke is toch enthousiast. Ik vond het ontzettend stoer dat ik gewoon in zo'n bus heb gereden. Ja, echt. Maar je realiseert je ineens wat een moeilijk vak dat is. Kan een vrouw dit beter dan een man? Want dat hoor je wel eens. Nou, daar geloof ik niks van, hoor. Ze zeggen wel dat vrouwen beter auto rijden dan mannen. Ja, dat zeggen de mannen niet, maar dat... Dat zeg ik ook, ja. Waarom? Ik weet niet. Ik heb soms het idee dat vrouwen meer toleranter zijn in het verkeer. En mannen zijn van die... haasjes. Haasjes relax. Bedoel je? Ja, wat zei ik? Haasjes. Oh ja. Dat vind ik schattig van je, maar... Een haantje, geen haasje. Ja, ook wel. Had je verwacht dat je op de openbare weg opging? Nee, absoluut niet. Hoe ging dat? Nou, ik vond het reuze spannend, maar ik was blij dat Barry naast me zat. Want ja, dan ga je ineens voor het echie. Ja. En ik werd aangehouden. Wat zeg je nou? Ja, ik werd aangehouden door de politie, want ik had mijn rijbewijs niet bij me. Dat meen je niet? Nee, ik had hem niet bij me. Maar hij heeft me gewaarschuwd, want hij zag dat ik natuurlijk aan het lessen was. Hey, nog een goede raad voor je medeweggebruikers, nou we hier toch staan. Want we hebben... Tolerantie. Tolereren elkaar een beetje meer. Als je elkaar denk ik wat meer ruimte geeft. Ja, maar er zijn veel auto's. En ik wil er zijn toch heel veel auto's, dat zelf, is ook zo. Ik wil voorop rijden. Ja. Mm. Ik heb daar ook geen antwoord op. Niet echt, hè? Ja, met de bus gaan. Met de bus gaan. En dan jou als chauffeur. Ik weet niet of we dat moeten doen. Ik moet nog even een aantal lesjes volgen, maar... Maar ik... Dit was niet de laatste keer. Aha. Nee, dit was niet de laatste keer. Ik vond het echt leuk. We horen nog van je. Ja, absoluut. In een tijd dat leraren doodgeschoten worden als ze het lef hebben om met een leerling in discussie te gaan... en dat andere mensen om niks doodgeschopt worden... hoor je nog wel eens klagen dat de jeugd van tegenwoordig geen normen en waarden meer kent. Dat soort opmerkingen is van alle generaties en dat zal ook wel zo blijven. Gelukkig merken wij op straat dat je niet alle jonge mensen zomaar over één kam kunt scheren.
een mooi Peugeotje. Een mooi Peugeotje met jonge inzittenden zonder gordel, maar met een mooie gemiddelde snelheid van exact 152 km per uur. 152. We gaan langs de kant zetten. De reden waarom we hier langs de kant zetten mag duidelijk zijn. Dat mag duidelijk dus zijn. Ja. Overschrijding, maximum snelheid. Ja. Allebei draagt u geen autogordel. Dat is ook stom. 27 km overschrijding. En dan komen we uit op 104 euro. Alleen voor de snelheid dan. Ja, dat is niet anders. Ik bedoel. Stommigheid gewoon. Hoe lang heb je het rijbewijs inmiddels? Hoe lang heb ik het? 4-5 maanden ongeveer. 4-5 maanden? Ja. En al die lessen heb je aangeleerd om de gordel om te doen, hè? Althans, de instructeur heeft elke keer gezegd, doe de gordel om. Het is ook zo. Op een gegeven moment deed je dat vanzelf. Ja. En nu gaan we het weer aan het afleren. Dit is voor wat betreft het gordelgedeelte. Is 40 euro. Ja. Je krijgt ze apart binnen. Ja. Via Centraal Justitieel en Incassobureau. De 104 en 140. Mm-hmm. Nou, is dat gewoon volwassen en normaal reageren of niet? Precies. Naar de afsluitdijk dan. En een mooie passant. Natuurlijk wel mooi trouwens. Een passant met de gasvoet onderin. Ja. 150. 160 en verder richting de 170. De meting van de gemiddelde snelheid loopt inmiddels. En het gaat richting de 190 km per uur en daaroverheen. Maar de gemiddelde meting mislukt. De auto reed te ver bij ons vandaan. Maar even later komt er alsnog een gemiddelde uit. En wat heeft de bestuurder een mazzel. Met een meting van 171 km per uur gaat de auto naar de kant. Dat is reëel. De afsluitdijk heeft u tegen de 190 gepiekt. Maar daar hebben we de meting niet goed kunnen verrichten. Die hebben we hier net nabij Bonsewaard wel gedaan. Dan komen we gemiddeld op 171 km per uur uit. Ja. Gaat er wel een correctie af. Dus we komen wel onder de 170 km. Mm-hmm. Maar dan nog is het een beetje te veel van het koeien. Dat is het een beetje te veel. Ja. Onderweg ergens naartoe? Pieter Assen. Dacht ik wel, ja. Is dit vaker voorgekomen? Heb je vaker een bekeuring gehad voor zo'n hoge snelheidsovertreding? Nee. Je weet dat je bij 50 km te hard je rijbewijs kwijt bent? Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ja. Dus daar blijf je net onder. Dat vind ik. Maar er zaten pieken bij, dan was je er wel aan toe. Deze auto viel ons op door de te hoge snelheid en de merkwaardige positie midden op de weg. Even later naderen we een verkeerslicht dat op rood springt. En telt u even mee. 1, 2, 3, 4, 5 seconden rood. Dat is bij deze snelheid dus 140 meter. We besluiten de auto maar even te volgen met de bekeuring voor het rode verkeerslicht alvast genoteerd. Zeg je, Gaston? Dan springt er een tweede verkeerslicht op rood. Nog een keer. En de bestuurder draagt de gordel niet. Vriendelijk is hij echter wel, vooral tegen onze cameraman. Mag die ding alsjeblieft weg? Dat vertelt die meneer je dadelijk. Even rustig blijven. Doe die ding weg. Hey, jij blijft even die rustig. Die ding weg. Dat hoeft niet. Dat ding. Dat hoeft niet, dat ding. Oprotten met dat ding. Je luistert nu naar mij. Dat ding hoeft er niet bij. Dat vertelt die meneer. Ik wil heel normaal meewerken, maar dat ding hoeft er niet bij. Dat vertelt hij dadelijk. Weg daarmee. Hier blijven staan. Je bent nu even met mij aan het praten over jouw rijgedragingen. En dan praat je dadelijk met die meneer over die camera. Ja? Dat ding moet weg. Dat ding kun je straks bespreken met die meneer. Is dat nu duidelijk of niet? Ja, het is frustrerend. Oprotten met dat ding. 94 dit. Oprotten met dat ding. Hé, hey, Danny. Je maakt het jezelf moeilijk. Je hebt wat aan zijn oren, die. Ja, dat zou kunnen. Donder op met dat ding. Kom, gedraag je nou even. Ja, dan bespreken we dat hierna even. Ben je doof? Heb je wat aan je oren? Nee, donder op met dat ding. Dan vraag ik aan jou ook of je wat aan je oren hebt. Ik krijg van mij een procesverbaal ter zake rijden door rood licht en ter zake het niet dragen van de gordel. Er zijn er twee. Meer kan er niet eentje. Ik streep er dan al twee door. Je rijdt voor de Maasbrug vol door rood heen. Je rijdt op de Wilhelminasingel vol door rood heen. Je haalt rechts in. Je snelheid lag behoorlijk hoog.
En dan constateer ik ook nog eens dat je de gordel niet hebt. Dus in plaats van 5 krijg je er nou 2. Dacht ik dan ver genoeg was. Maar meneer, eentje is toch genoeg of niet? Ik maak er 2. Lijkt me heel duidelijk. Jullie verdienen het zat of niet? Opflikkeren! Bloedhond. Danny krijgt van mij een bekeuring voor het rijden door rood licht op de Wilhelmina-singel. Waarom stop je dan niet van het rode licht? Heb ik niet gezien. Niet gezien? Ik kon niet meer remmen, was oranje. Dan volgt nog een kleine demonstratie van straatetiketten. Waar gaan we naartoe? Ja, toch wel aan je oren, hè? Kun je daar niet uitkomen? Dan moet je oprotten met je ding. Jij blijft bij mij staan en dan kun je naar me luisteren en anders ga je daar nog mee naar het bureau. Kom. Ik ben met jou bezig. Oh, ik met hem? Nee. Jij bent met mij bezig. Je maken. Enfin, voor de hoogte van de boete maakt het allemaal weinig uit. De agent heeft niet echt veel moeite met het gedrag van de bestuurder. Ik heb zoiets kalm blijven, gewoon kalm blijven. Ik heb van het begin af aan het gevoel gehad dat de agressie niet tegen mij gericht was. Ja. Maar dat hij puur erover viel dat die camera erbij was. Ja, dat hij daarbij met zijn bewoordingen wat minder vleiend is aan alle kanten. Ja, als politieman moet je ook een aantal dingen kunnen hebben. Niet dat je nou een olifantenhuid moet hebben, maar je moet niet van de eerste scheldnaam op politieman achterover vallen. Ja. Dus je probeert toch kalm te blijven. Hoe komt het nou dat de een wel zo reageert en de ander niet? Ja, bij zo'n jongen kun je er moeilijk achter kijken. Het kan zijn dat hij een beetje bravoure wilde hebben ten opzichte van de maat die in de auto zat. Dat hij zich daarvoor niet wil afgaan. Want als hij het zelf terug zou zien, denk ik dat hij zich toch wel verbaast over de dingen die hij zegt. Zou hij stiekem toch gedacht hebben, dat moet ik maar niet meer doen? Ik denk het wel. Hij is niet aan zijn bekeuring ontkomen. Hij heeft gemerkt dat hij niks bereikt heeft met zijn gedrag. En dat zou misschien toch nog enig effect kunnen hebben, maar op het moment dat hij daar wegrijdt had ik dat gevoel niet dat het effect had. Hoor. Goed, wij gaan oprotten, want er is alweer een half uur voorbij. Als u volgende week even tijd hebt op vrijdagavond, zou ik zeker even naar Nederland 2 kijken, om ongeveer 8:30. Met een radar verklikken. Heb ik contact? Waar is dat? Waar? Kut. Dat is de duo Riemen.